Is de dag, mensen, dat de DRC deels of volledig gemaakt gaat worden. Dat ga je natuurlijk zien in deze video. Hopelijk helemaal, maar er zouden nog een paar uurtjes in moeten zitten qua werk. Dus we gaan zien hoe ver hij geraakt vandaag. Vandaag komt dus ook die meneer langs. Dat is waar ik het over heb eigenlijk. Al het materiaal ligt ook al klaar op de tafel. Carburator in deze doos ligt een nieuwe cilinderkop. En ja, zoals jullie kunnen zien ook allemaal andere olie en remreiniger voor alles een beetje schoon te maken, natuurlijk pakkingen en distributieketting en de rest natuurlijk, maar dan ga je die wel allemaal zien in deze video. Hopelijk vinden jullie het leuk, laat dan zeker een like achter en let's go. Hier staat de DRZ dan helemaal compleet. Ik heb een afspraak gemaakt voor een binnentoen bij de garage. Dat gebeurt ergens in november, begin november, ga ik hem binnentoen bij de garage. En dan gaat hij de carburator afstellen en ook de kleppen. Want je moet van die shelms, als ik het goed zeg, zo onder die kleppen zetten. Ja, pinker is hier wel afgewoond. En gelukkig dat ik de bad ook. Wat ik hier nu ga doen is een beetje opruimen. Want hier is olie geknoeid, zoals jullie kunnen zien. Jammer genoeg. Ik heb een zak mee, vuilniszak, en daar ruim ik hier alles even op. Zo, ik heb al opgeruimd. Dit zijn alleen van die lege bussen. Hier heb ik mijn brake cleaner, die ga ik nog gebruiken voor aparte dingetjes. Nog even te ontvetten. En leuk feitje, de oliepomp hebben we niet veranderd. En ik hoop niet dat het de oliepomp daardoor was. Maar het was echt veel te moeilijk om op te krijgen. En die zit er vast met Suzuki lijm super, blijkbaar. Ja, zo stond het in het boekje toch. Maar ja. Hier heb ik ook alles mooi gezet. De busjes, koelvloeistofolie en brake cleaner dan terug en motorolie. Dit bakje heb ik deels gekust. En flexken in, als jullie het kunnen zien. Ja, dat is alles. En ja, hier heb ik nog de pinker rillen. Voor LED dan. Maar er staan nu nog van die halogeenlampjes op. En ik ga identiek dezelfde kopen eigenlijk, maar dan LED. Of zo, en zoek ik toch tenminste. Want deze heeft vals contact en ja, LED. Iets minder onderhoud nodig. Dan moet ik niet altijd een ander lampje kopen. Deze zijn LED. Heb ik op AliExpress besteld. Maar die zijn veel te lang om eigenlijk van voor te steken. Ik ga even tonen. Zie, als ik ze zou steken, dan zouden ze zo uitkomen. En dat vind ik echt wel niet zo mooi eigenlijk. Want dan heb je zo precies van die twee ogen. Nu ook, hè. Snap je? Nu heb je ook van die twee dingen. Maar deze passen er gewoon iets beter bij. Misschien omdat ja, er al op zat. Dat ik dat veel beter vind lijken. Maar vanachter vind ik ze wel echt vet. Moesten ze erop hangen. Dus... ga ik nog zien, maar ja, twee soorten paar pinkers is ook niet echt mooi voor op een motto, vind ik persoonlijk. Laat jullie comment, laat jullie reactie maar weten. Ik ga ook natuurlijk, hier is de handmatige kettingregelaar voor de distributieketting natuurlijk. Normaal zou ik hoemtje staan, maar die ga ik ook laten dan afstellen. Maar ik neem jullie mee, ik ga ook vragen aan de garagist of ik daar mag filmen, of dat ik een paar dagen daar mag zijn dan ook om te filmen. Dan zou dat wel nice zijn als dat kan. Ook zou ik een LED light willen zetten. Maar dat is nog allemaal voor in de toekomst eigenlijk te bekijken. Hè. Jongens, dit was dan de video over de DRZ. Cilinderkop zit erop. Hij is, ja, werkende. Nu dus. Maar nog niet afgesteld. Starten ga ik ook nog niet doen, want de batterij is leeg. Het is vanwege het starten. En het is ook niet echt goed om hem altijd te starten en te gaan rijden met niet afgestelde kleppen in november. Dan hopelijk is hij rij klaar en kan ik in december, als het winter is, ja, rijden. En ja... spijtig dat het winter is, maar dat betekent niet dat de fun eraf gaat, want dan hopelijk gaat het sneeuwen. Kunnen we daar een beetje fun in maken. Deze stickers heb ik er bij jou zelf opgeplakt. Vind ik ook wel nice om te zien. Misschien, dit is de blauwe stickerset van Yoshimura. Er zit geen Yoshimura op, sorry daarvoor. Voor de mensen die een beetje autisme hebben. Hè. Ja, ik zou het ook liever Yoshimura hebben. Dit is een Scorpion. Als ik het al eens gezegd heb in deze video. Met een aangepaste muffler dan. Die maakt ook een heel mooi lawaai, allee, toch toen ik het hoorde. Maar... in de toekomst misschien, maar ja, zo'n Yoshimura is schrap 650 euro. En ik heb er nu al redelijk veel geld in deze motto. Misschien komt er een rode stickerset op van Yoshimura, maar dan vind ik het wel lastig, want dan moet ik dit ook veranderen. Deze vering. En deze vering,
Alleen de vering zelf, dus niet de mechanisme van de vering, de veer zelf, kost 75 euro in het rood. Waarschijnlijk in het blauw ook, maar ik heb hem dan in het rood nodig. En het enige blauw dat nog gaat zijn, is dan die kettingspan. En dat vind ik ook wel kut. Want hier is echt alles blauw aan. Blauwe details en zo. Ah ja, juist gewoon wat ik op opgenoemd eigenlijk. Dat is dan allemaal blauw. En dan heb je zo rode stickers. En ja, dat is wat minder dan, hè. Dus ik weet niet, zullen jullie hem blauw laten of rood? Laat het ook maar weten in de comments. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En ja, de comments zijn wat ik allemaal gevraagd heb. En dan zie ik jullie volgende keer. Ciao!